Time to go, nu. Gaan. We zitten nu op illegaal terrein. Wat is het, zei je? Haar Frodo Redemption. Ja, ik weet niet wat het is. We komen je Redemption, verlossing, brengen. Oh, oké, dankjewel. Omdat het kerst is, komen we met een kerstpakket. Vind ik het lekker, zo? Ja, maar wij hebben er Harm Frodo Redemption van gemaakt. Esther Montreal. Barcelona's comeback. Oh, Chris. Gladiator. The mastermind. The critic. You're the trainer. You're the critic. It's time to go, nu. Oh, wij zitten hier met machinegeweer. En jij bent de eerste die zijn target wordt en jij ons laat schieten. Op één zo'n moment wanneer de vlam op pand. Fire upon him! Fire upon that man! We zitten nu op illegaal terrein. Hier is het sowieso illegaal. Zeggen we allemaal dat we niet wisten dat het verboden was, oké? Wat we ook zagen, dat was die mens. Mensen. Fall back! Dit is nou echt redemption. Harm Frodo Redemption, aflevering 2. Vandaag gaan we op bezoek bij The Alchemist, nummer 27. Wie is op de Redemption list. 1. Ja, ik ga niemand spoilen. Tot nu toe weten de mensen alleen nummer 17 en nummer 27. Maar nu gaan we dus een bompakket klaarmaken. Oké, boys. Hey mensen, herinneren jullie deze plek nog? Nee, stop. Dat is echt niet grappig meer. Komt nu in de edit. Nee, dat doe ik niet. Echt wel? Uts. Dit is gewoon een nutteloos moment. Dus als jij het erin knipt, is dat compleet jouw verantwoordelijkheid. Okay, film mij heel even hoe ik dit bompje krijg. Op zich wel lekker. Het lijkt nu oprecht meer alsof je naar het weggooien bent gewoon. Ja. Weg met al deze zoete troep, dames en heren. Ziet het eruit als een bom? Ja, absoluut. Ja. Jij mag hem neerleggen voor de deur. Nee. Ja, maar dit ziet er nog erger uit dan de vorige keer. Ja, daarom. Daar mag jij het nu ook doen. Ik was de vorige keer al. Ja, maar hij herkent mij. Jou niet. Waarom zou hij jou... minder goed dan ik. Wat zeg jij? Wat bal jij? Hij heeft de afgelopen weken dit met mij gefilmd. Ik doe mijn zonnebril al. Shit. Die moest er nog in. Ja, dat, nou ja, dat is bonus. Vreet je het zelf maar op. Gooi die wel. Je mag niet vreten, zeg ik niet. Het was heftig. Zie ik er nu uit als Raymond Reddington? Nee. Waarom herkent iedereen mij? Niemand heeft je de afgelopen 3 uur herkend. Herkent u mij? Ik denk het niet. Hij herkent mij niet. Wij hebben ook niet. Jij toevallig een masker? Ja, graag. Oké, dat gaan we zo doen. Weet jij het nummer? Nee. Weet je wat jij kan beter bezorgen? Nee, het is gewoon het tweede huis vanaf hier. Links de hoek om. Wel, het is min 3, jij denkt ze zitten buiten. Hallo. De film je niet hoor. Komt goed. Durf niet. Ga nou. Ik durf niet filmen. Ga. Ik film. Ik durf niet. Dat boeit mij niet. Ik durf niet. Ik durfde ervoor. Ik kind 10 euro betalen. Nee. Go. Hij herkent mij 100%. Zou jij hem herkennen zo? Ja. Zie je? Nee, maar het gaat niet om. Ga nou. Als die moeder naar buiten komt. Dat maakt niet uit. Wat schiet freaking op. Go. Ga nou, tweede. Ga. Waarom doe ik dit? Ik word er niet voor betaald. Dat is niet het tweede huis. Ik zei tweede. Dat is niet het tweede huis. Ha.
Ik ben gezien. Ja, maar daar gaat het niet om. Het schrijft voor jou deel van plan. Voor mijn deel? Jij moet bellen. Nee. Wil je bellen? Oh, op die manier bellen. Ja, bellen. En wat moet ik zeggen? Er ligt iets voor je deur. Pauper. Weer en weer en weer. Hij zegt nu 1 minuut wachten, maar sowieso hebben ze nu het pakket zien liggen. Ze hebben ons gezien en ze zien ons met een vuilniszak in die tuin gooien. En dan denken ze, ja, wat hangjongeren. En dan gaan ze heel even 1 minuut dat oplossen. Zo. Zie je wel, niemand heeft hier zin in. We hebben net 1 minuut geleden school, dus. Oh, hoi. Welkom bij Harmen Frodo Redemption. We zijn hier voor Harmen Frodo Redemption, wij twee. Jij bent nummer 27 op de Redemption list. Ziek. Je heet de Alchemist. Okay. En we hadden iets voor je meegenomen. Moet je het openmaken? Ja. Okay. Dat is een soort kerstpakket. Zou je het openmaken? Ik heb echt geen... Hier, Leon heeft daar tijd voor. Oké, wie zie je nou? Ik weet het niet. Is dat je broer? Nee, het is een kat. Ik wat is het, zei je? Harmen Frodo Redemption. Ja, ik weet niet wat het is. We komen je redemption, verlossing brengen. Oh, oké, dankjewel. Is het niet een plek, is het zo? Ja, maar wij hebben er Harmen Frodo Redemption van gemaakt. Zo, nu is hij open. Wauw. Alsjeblieft. Wat is dit allemaal? Wow, dit is te aardig, Harmen. Ja, zie dit niet. Dat is waar. Dankjewel. Dit is, aangezien je alle rollen had. Er zitten allemaal lekkere dingen in. En ja. En drinken. En alcoholvrij bier. Bedankt. Ja, nodig ons twee nog maar een keer een andere keer uit. Jullie gingen naar een verlaten gebouw, daar ga ik al mee. Oké, deal. Oké. Fijne lockdown. Er is altijd één zo'n moment wanneer de vlam in de pan slaat. En succes met tennissen. Met tennissen. En tot ziens. Oké, ja. En één ding. Vanavond bel ik een van jullie op. Ja, 2 regels. Regel 1 is, I speak only to Elizabeth Keen. En regel 2 is, neem nou een keer fucking de telefoon op als we bellen. Aangenaam, doei doei. Kijk, er is dus iets mis met het concept van deze serie. En ik weet niet wat. Het is niet voor niks nummer 27. Dit is een kleine vis op de lijst. De vraag is deze aflevering geslaagd of niet? Ja. Heeft Guido volledige redemption ontvangen voor al zijn misdaden die hij in onze naam gepleegd heeft? Speak only to Elizabeth Keen. Help! Hier zijn de wapens.